De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 van het CDA begon vandaag in Den Bosch. We begonnen allemaal op het kerkpleintje in de binnenstad van Den Bosch, waar diverse politici uit de landelijke politiek samenkwamen om de lijsttrekker, de lokale lijsttrekker, ter zijde te staan. U gaat binnenkort naar Bernhezen om de QQ-patiënten een hart onder de riem te steken. Wat gaat hij tegen ze zeggen? Nou, ik was onlangs met Gerda van Burg in Den Bosch bij de commissaris van de Koningin en veel burgemeesters en bestuurders. En toen hebben wij gesproken ook met patiënten. En de burgemeester van die vroeg mij om langs te komen, dat gaan we volgende week doen. En ik vind het van belang niet alleen naar de geitenboer te gaan, wat ik 2 weken geleden gedaan heb, maar ook met patiënten te spreken en hun ervaringen te horen. En dat komt altijd van pas A in debatten, maar B willen we toch ook vooral laten zien dat we belangstellend zijn naar die mensen die onder de Q-koorts hebben geleden of misschien nog wel lijden. Probeert u wat onrust weg te nemen dan met dat bezoek? Nou, in ieder geval proberen we aan te geven dat we hopen dat we de bronnen van de besmetting en dus de bronnen van de ziektehaarden, dat we die gaan wegnemen door wat overigens ook vreselijk is, maar door het ruimen van de boerderijen en het ruimen van de geiten. Ja, want bijvoorbeeld dadelijk in mei, juni beginnen die pollen misschien weer te werken en dan zou die ziekte misschien weer uit kunnen breken. Is men daarop voorbereid? Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat de bron toch echt de geitenboeren en de schapenboeren zijn, voor zover er afgelammerd wordt. En om dat te verhinderen dat het aflammeren plaatsvindt bij die bedrijven die besmet zijn. En die hebben nu nog vrij nauwkeurig een beeld vanwege het tankmelkonderzoek wat we doen. Maar dat daar in ieder geval niet afgelammerd wordt omdat de geiten geruimd zijn. Nogmaals, dat is vreselijk. Maar daarmee hopen we en verwachten we ook dat het aantal ziektegevallen zal afnemen. Aan de minister van Justitie, Geert Spelling, vroeg ik wat de maatregelen zouden kunnen zijn om de gewapende overvallen op particuliere woningen tegen te gaan. Wat is de invloed van de landelijke politiek op de veiligheid op het lokaal gebied? Die is belangrijk, maar de eigen rol van de gemeente is ook belangrijk. Alleen in het samenspel van gemeente en justitie kunnen we dit goed doen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er goede mensen worden gekozen in de gemeenteraden. Bijvoorbeeld de kandidaten van ons CDA hier in Den Bosch. De korpschef van Amsterdam veel zorgen baart is, zijn die overvallen op de woningen. En hier in de regio beginnen die ook flink voor te komen. Wat denkt u daaraan te kunnen doen? We zijn bezig met heel gerichte acties waar het gaat om de overvallen. De criminaliteit in Nederland is over het geheel genomen teruggelopen, is dus minder geworden. Nederland is veiliger geworden. Maar de overvallen zijn voor ons een punt van zorg, van grote zorg. En daarom heb ik ook een speciale taskforce ingesteld die mensen uit de gemeente, van de politie, van het Openbaar Ministerie samen een nieuwe aanpak laat ontwikkelen. En wanneer gaat die taskforce in werking? Die is aan de slag. Maar intussen zijn er ook al her en der, ook in Brabant op sommige plaatsen, gerichte acties ondernomen tegen de overvallen. En tegelijkertijd helpen we ook winkeliers bijvoorbeeld om hun winkels beter te beveiligen. Dus meer surveillance misschien in de wijken? Meer surveillance, maar ook cameratoezicht. Gericht dooronderzoeken, doorrechercheren als we dadergroepen te pakken hebben. Dat is de manier waarop we de overvalcriminaliteit tegengaan. Om de lokale lijsttrekker van het CDA, Jan-Hein van Beers, extra te ondersteunen, ging premier Balkenende op straat folders uitdelen en met inwoners van Den Bosch spreken over alle handelende soorten zaken, zoals zorg, maar ook veiligheid. Als mensen op een gegeven moment de bekende druivencriminelen steeds maar opnieuw gaan stelen, keihard aanpakken. Dus het is een kwestie van en preventie en van repressie. En ik moet zeggen, Hezbollah is ongelooflijk druk bezig. En je ziet ook dat de veiligheidsgevoelens van Nederland toenemen. Er zijn verbeteringen, maar er moet absoluut mee doorgaan. Het andere punt van zorg, we hebben gisteren het kabinet erover gesproken. Een heel belangrijk thema, want wat zien we in Nederland vergrijst? We krijgen steeds meer ouderen, meer mensen gaan gebruik maken van de zorg. En degenen die het werk moeten doen, die groep wordt kleiner. Dus je moet nadenken over veranderingen van je stelsel van zorg. Dat betekent een stukje eigen verantwoordelijkheid, nieuwe technologie die je gaat benutten, inzetten van mensen op een goede manier doen. En wat dat betreft heeft u denk ik net de 2 kernthema's aangesneden die nodig zijn. Het is fantastisch om hier te zijn in Den Bosch. Een geweldig mooie plaats. Ik ben ook regelmatig hier geweest. En wat ik hier merk, dat is dat de kandidaten tussen mensen willen staan. Zich willen bezighouden met vragen die mensen ook raken. Gemotiveerde mensen, ook een jong team van kandidaten. Het is echt een geweldige opsteker, ook voor mij, om hier te zijn. Heel veel succes zou ik ook maar eens willen zeggen in de richting van het CDA en hun kandidaten.